Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Timo Dremers en sorry dat ik gisteren niet heb gevlogd. Ik heb gisteren eigenlijk ook niet veel gedaan. Dat is gewoon hier op de koekje gezeten. Dat het ook weer al redelijk wat warm was en al. Ik heb hier gewoon muziek opgezet op het koertje. Zo zachtjes. En dan met de geburen wat gepraat. Dan nog eens naar binnen gegaan om gaan te eten. Dus dan heb ik ook nog rijst gegeten met gele currysaus. En, daar heb je zelfs nog van over. Daar heb je ook zelfs van over, dus dat ga ik ook vandaag nog in de vlog ook nog gooien. Dat gaat pas rond 1:55 s'avonds zijn. Het is nu nog maar 8:45. Nee, dat is al. Na 9 uur. 8:55, 's morgens vroeg. Oh, goeie glimlach. En ik wou laten slapen, hè. Ik weet het. Maar het probleem is, het is al laf buiten. Want het gaat blijkbaar vandaag, dus wanneer dat vandaag de vlog is gemaakt, zeg maar, schat. 32 graden, wat is nog op mijn gsm? Het is al 32? Nu nog niet, maar het ging 32 vandaag worden. Ah, oké. Okay. Dames en heren, ik ga jullie eens even één ding iets vragen. Zet dus nu even, als jullie ook Google hebben, zet dan even ook jullie geluid nu af. Als jullie niet mee willen luisteren. Hey Google, hoe warm wordt het vandaag? Verwacht een maximum van 30 en een minimum van 17 vandaag in Alken. Tegen mij op mijn gsm op mijn app stonden elke 32 graden. Ik weet het, op elke weermodel zegt wel iets anders. Dus we zullen zien hoe warm het is. Voilà. Nu kunnen de andere gebruikers terug hun volume aanzetten. Ik ga eens even ook eens kijken op mijn gsm, wat ze daar ook zeggen. Dus bij mijn vriendinnetje zeggen ze 32. Ik heb verschillende weer-apps op mijn gsm staan. Maar ik moet wel even dan naar mijn gsm kunnen gaan. Gsm unlocked. Ah ja. Ik had ook nog 30 nieuws juist gelezen toen ik op mijn gsm ook open deed. Dan moet ik wel eens even terug gaan kijken. Dat was op het laatste nieuws. Hier, Vatmanscoop, bij ons vooral bekend van de hit Fateful, is onverwachts gestorven. Rapper Vatmanscoop sterft op 53-jarige leeftijd nadat hij ineens stort op het podium. Dus heel veel sterkte aan de fans van Fatmanscoop. Fatmanscoop of zoiets. Oh, dat staat hier wel zo groot erop. Ja, Fatmanscoop. En de familieleden en de vrienden en de kennissen van hem. Dus heel veel sterkte. Dus dat is echt... Iedereen die eigenlijk hem heel goed kent. Ja. Heel veel sterkte daaraan toegewenst. Want een verlies is nooit leuk. Oké. Nu terug naar de positiviteit. Het gaat vandaag redelijk wat warm worden. Dus 32 graden. Daarom op mijn vriendinnetje haar gsm. En... Eens even kijken, want daarvoor ben ik mijn gsm gaan bij gaan halen, hè, mensen. Eens kijken wat onze weer, wat mijn weer-appen zeggen. Zo gelijk, ik ga nu naar de weer-app. Eens even kijken, hè. Welke dat eerst komt. Meteo X. Meteo X zegt dat het vandaag... Hij is aan het laden. Ja, ja, en deze zegt wel ook wat mijn vriendinnetje zegt, 32 graden. En dat gaat zijn om, eens even kijken, om hoe laat gaat dat zijn? Om 4:00 middags is het warmste dag van moment van de dag, 32 graden. Het koelt heel langzaam af en om
Vijf uur 's morgens vroeg is het koudste moment, dan is het 17 graden. Wat geven ze voor morgen uit maandag? Onweersbuien, 17 graden 's nachts en 27 graden nog overdag. Dat is ook nog redelijk wat warm. Dinsdag, de 3e september, is het dan nog 24 graden. Dus dan gaan we richting de normale temperatuur. Staat er nog eentje boven de 25? Nee. Dus dat gaat de goede kant uit. Dat was dus Meteo X. Dan heb ik ook nog WEAWOW-app. Die is nu ook aan het laden. Momenteel is het al 20 graden buiten. En de weer-app zegt daar dat het ook tot 32 graden gaat worden. En dat al om 3:30 tot 6:30. Dan begint het echt te kelderen. Oh, en dan zalige temperatuurtjes terug. Dan 28, 24, 20, 19, 23, 26, 25, 21, 20. Hola, hier komt het, hè. 17, 16, 17, 18. Die temperatuurtjes heb ik heel graag. Dus en dan gaan we nog door naar de volgende weer-app. Dat is de KMI. De KMI zegt voor vandaag dat het ook 31 graden gaat zijn. Geen 32 hier, maar 31. Ja, wat? En het warmste moment is om 6 uur op KMI. Heb ik dan nog een weer app? Dan is dat de laatste. Ondertussen tijdens zoek Maxi even uit de kooi. Dan heb ik hier nog... Ja, ik had nog eentje juist staan, zag ik. Buienradar. Wat zegt buienradar voor vandaag? Het is aan het opstarten. Geen neerslag verwacht. Dat is ook al goed. Het is nu 20 graden. En die geven aan dat het om... Nee, dat wil ik momenteel niet. Een pop-up kreeg ik hier net op mijn scherm. Bekijk de volledige overzicht. Even kijken. 10 uur 23, 11 uur 25, 12 uur 27, 13 uur 29, 14 uur 31, 15 uur 32, 16 uur 32, 17 uur 31, 18 uur 30, 19 uur 29, 20 uur 28, 21 uur 26, 22 uur, dus 10 uur zelfs wanneer we terug te stil moeten zijn, is dan nog 24 graden. Maandag 28. En dan vrijdag is het opnieuw zo, kantje poosje, zitten ook boven de 25 graden. Daar zeggen ze dat het dan 26 graden gaat worden. Maar voor de rest ziet het er allemaal perfect uit. 24, 22, 21, 20, 20, 20, 19, 20. Voilà, dat was het even het weerbericht van Psycho TV. Hoi hoi! Wat ga ik nu nog doen? Maxi laten zien. Oké. Excuseer voor mijn... Ik ben schat, die wil van mijn schoot af. Oei, ja. Ga dan naar een kooi. Nee. Schat, jij moet afleggen, want anders gaat het niet lukken mij alleen. Je gaat naar de kabels toe. Oké, ik ga even Maxi even helpen. Zie. Je gaat niet aan de kabels. Kom, up, up, hier onderuit. Die zit hier onder deze karken. Ik heb echt keihard gebeten. Hup, kom eens onder de karken uit. Zie, die zit hier onder het karretje. Daar loopt hem. Onze Maxi. Eila, die weet wel de perfecte gangjes wel te vinden, hoor. Zet die trouwens in kooi. Oké. Als die hier tussenuit is, zet ik die in zijn kooi. Ja, stop even met filmen, ze hebben hem al kunnen zien. Tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Mannetjes toch. Ik ben jullie aan het proberen te zetten. Oeh, nee.
Ik ben dus, ja, ik ga het even kijken laten zien. Rijst met gele currysaus aan het eten. En met kippenreepjes. Amai, het smaakt me. Maar het is ook ontzettend warm. Voilà. Nee, wacht. Ik kan dat oplossen. Voilà, nu staan jullie goed voor mij. Voilà. Zo vallen jullie niet. Dus dan kan ik ook soms even af en toe eens een hapje nemen van mijn gele currysaus. En mijn rijst en mijn kippenreepje. Lekker zelf gemaakt. Hoe maak je zoiets? Ja, ik heb zo van die gele currypoeder zakjes gebruikt, zo 2 liter. Dan een 450 milliliter melk. Daar heb ik 50 milliliter dan altijd gelaten. Omdat normaal gezien is het 250 en 250 milliliter per zakje. Dan dat is tezamen 500 milliliter. Maar ik laat er 50 milliliter uit. Voor de saus dan iets dikker te hebben. En dat is... Wow. Daar doe ik dan nog wat nootmuskaat bij. Nog wat peper erbij. En dan is die saus wow, af. Ja, en de kippenreepjes. Ja, wat kippenkruiden erop. En nee, eerst poter in de pan. Dat de poter is gesmolten. Kippenreepjes erin. Kippenreepjes, wat kruiden met... kippenkruiden, dacht ik of zoiets. Dat dat heet. En dan nog een keer omdraaien alles. Dan nog eens een keer even alles inpoederen met kippenkruiden. En dan lekker aan laten bakken. Dat het goed bruinachtig is. Dan gooi ik dat samen met mijn gele currysaus. Dan is ook mijn rijst klaar. Ook bij het water, kokend water, doe ik ook nog altijd 2 bouillonblokjes, kippenblokjes bij. En dan, hoe moet ik het zeggen? Gooi ik het rijst ook bij mijn gele currysaus, kip bij mijn gele currysaus en rijst dan. En dan goed mengen. En voilà, je hebt uw eten. Ik zal zeggen, bon appetit. Staat er nog steeds? Ja hoor. Hey kijkers, ik ben nu even bij mijn schatteke. Ik heb te helpen de kooien te verversen. Ik ben zeikertig nat. Zeikertig nat van het zweet. En dan ga ik haar daar oppikken. Ja, rond de zomervakantie af hier op Q-Beach. Het is pokken warm. Ik hoop dat jullie echt op zo'n warme dag weer al echt hebben voldoende hebben gedronken. Ik heb het al, echt, ik heb al liters al achter de rug, hè, schat. Zelfs onder de kraan. Ja, gewoon, ik zat gewoon onder de kraan. Echt, misschien 10 seconden lang. Echt waar. Drinken, 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 drinken. Oh, mannetjes. Ja, want ik verlies veel vocht nu momenteel door deze warmte. Ziet het, mijn handen is kletternat. Precies voor ons uit die vogel. Ja. Allee mensen. Oh, nu verlaat hij ons. Ja. Allee mensen. Voor de second time. Ik ga jullie even laten. Sorry dat ik ook gisteren niet heb gevlogd. Het was gewoon te warm. Vandaag is het eigenlijk ook weer al te warm. Maar omhoog van, ik wil niet dat er weer zo'n stomme break dingen is. Van een paar dagen of zo. Nee, dat wil ik niet meer. Zoals in zijn duisken, als ik echt gewoon het weer echt niet toelaat en dit is. Nee. Laat het dan maar uit. Want ik heb echt last van warmte. Ik kan dan... Dan moet ik gewoon stil liggen. Dan moet ik gewoon. Ik kan niet anders. En nu moest ik gewoon ook bij haar helpen. Dus we hebben dat samen gedaan. De kooi. Ja, en terwijl Maxi gelet. Dus Maxi kwam niet in gevaar. Valessa, dat ook nog eens. En met het vervoer heeft ook Maxi wat ijs, zo'n soort ijsblok gekregen. Waar je zo in diepvries kan steken. Maar dan wel puur voor de dieren. Voor cavia's en konijnen. Ja. Maar mensen,
ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal nog straks terug. Yo. Yo. Zo, gordel aan. Richting mijn thuis vertrekken. Afwas nog doen. Douchen. En dan ga ik me terug platleggen. Mannekes, het is toch echt heilig warm. Het is... omdat ik ook vandaag Bea, dus mijn allerliefste schat van de wereld, weg moest brengen, heb ik gezegd van voort, ik ga wel vandaag wel vloggen. Of anders was er vandaag opnieuw weer ook geen content. Dus zit er wel blij om. Het is gewoon, ja, het is gewoon te warm. Dus, wat staat er nu tussen nog wat de planning aankomen bij mijn appartement? Dat is nummer 1. Nummer 2 is afwas doen. 3 dan nog mijn douchen. Ja, ik zag een dame in één keer even... ook zo wandelen. 3 douchen en 4 rusten, wat YouTube filmpjes kijken en dan zo in slaap vallen, want het is al 19:30 al 's avonds, maar het gaat wel. We weten wat ik heb al gehoord op de radio, dat ik dus een zoele nacht tegen moet gaan. En ik heb ook nog goed nieuws voor, ik geloof deze weekend wat nu dus komt, kan ik ook ergens backstage terecht. Dus dat is ook al iets heel moois. Dat is Rock Dussart. Dus van, daar komen verschillende rockbands daar naartoe en die wil ik dan dus wel eens... dus een interview kan gaan afleggen en al, dus hoe ze zijn uitkomen met de ideeën van muziek te maken, noem maar op. Handrem op, gordel uit, alles sluiten. Dus ja, dus ik mag dus backstage bij Rock Dussart gaan. Dat is volgend weekend. En dat gaat op de... op het pleintje van de Canal du Sart pleintje. Dus je hebt daar ook de café Den Trussard in Hasselt. En daar op het pleintje... daar gaan dan verschillende rockbanden spelen. En ik ben daar aanwezig. Ik ben daar... 100% aanwezig. Ik ga dan ook kijken als ik de groei ook backstage interviews kan gaan afleggen en noem maar op. Ook ga ik de organisator of de organisatrice ook gaan interviewen. Dus dat is ook heel mooi. Dus ga ik die zeker interviewen. Hoe zij dus op het idee is gekomen om zo'n kleine festivalletje te organiseren. Paul ook in Hasselt en al, dus dat is ook wel echt heel mooi. Ik ga je één ding zeggen, het is een aanrader. Ga daar echt ook naartoe toe. Maar jammer genoeg, ga ik daar wel aanwezig zijn. Als jullie een handtekening of zo willen van mij, of een shout-out in mijn vlog of zo, ben ik daar ook dus dan aanwezig. 7 september, dus Rock Dussart. En de deze is aanwezig. Ik ga de lift nemen. En nu, het saaiste werk, dat is dus de afwas gaan doen. Ja, daar ga ik dus in een tijdslapje gooien, de afwas.
En nee, ik ga niet de koude douche challenge opnieuw doen. Nee, dat ga ik niet doen. Ik voel me niet 100%. En dan heb ik ook schrik dat er ook iets gaat gebeuren. Dus dat een appelflauwte of zo, dat mijn lichaam dan een shock krijgt. En dat wil ik dus ook weer niet. Oh, ik ben binnen. Ja, ik heb hier alles zo goed mogelijk toegehouden voor door het warm te kunnen buiten te houden. Dan moet ik ook nog het kaartje zien te vinden. Voilà. Nu nog de afwas doen. Daarvoor doe ik wel het licht voor jullie aan. Alsjeblieft, dat kunnen jullie mij ook zien. En voilà, ik heb een oordakje. Het is veel kijkplezier met de timeslap. Zo, nu nog twee taken staat er op het programma. Dat is mijn bed nog opmaken. Dan, en dan ook nog douchen. Ah ja, en dan ook nog mijn aircooler ook nog opzetten voor hem in de slaapkamer. Dat het dat daar ook wat kouder kan worden, want ik heb nog één ijsfles nog in mijn koelkast staan, diefvriezer of ijskast, of hoe jullie dat ook noemen. En dan YouTube-filmpjes kijken en zo in slaap vallen. Want vandaag is het echt weer al heel warm geweest. Ik hoop dat jullie ook voldoende hebben gedronken. Zie, dat is mijn hersenen willen zelfs niet meewerken. Voldoende hebben gedronken. Daarnaast, ga ik alles terug neerleggen. Ga ik jullie hier al verlaten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream of een shoutout. Een short movie. Oh my god. Het is echt warm en ik ben dat vergeten. Niet leuk. Oké, dus 1. Bed opmaken. 2. Douchen. 3. Aircooler. Ik ga die nu zo al in een kan. Dus eerst bed opmaken. 2. Aircooler. 3. Douchen. En 4. YouTube-funkjes kijken. En morgen vroeg 5. Mijn funken in elkaar planten. En dan is dan weer op de Q&A tijd, hè. Allee, tot later allemaal. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Jullie dachten dat ik dat vergeten was.